natuurlijk elke dag video's voor mijn kanaal. Gamebo's, FIFABO's, ja, noem ze maar op. Maar dit zijn toch eigenlijk wel mijn favoriete video's. De video's waarin ik voor het eerst met de nieuwe knokker kan spelen. En vandaag is het weer zo'n video. We mogen vandaag voor het eerst spelen met de nieuwe knokker. Janet! Janet, jongen, dit is de nieuwe knokker, Janet. Hele vette knokker. En deze knokker kan vliegen. Dat heb ik natuurlijk al gezien in de Brawl Talk. Maar ik heb nog niet met Janet gespeeld. En dat gaan we doen voor het eerst in deze video. En dan gaan we de vraag beantwoorden. Is Janet overpowered of niet overpowered? En volgens mij is Janet ziek overpowered. Maar daar gaan we dus achter komen. Maar als jullie er zin in hebben, doe even dat duimpje omhoog. 2000 likes of 3 of 4000 likes. Het zou allemaal super nice zijn. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. En trouwens, voor degenen die het nog hebben gemist, ik zal het even snel zeggen. Ik mag 6 keer deze Tara skin weggeven. Wat je moet doen om kans te maken, deze video liken. Even in de reacties je player ID achterlaten. Zeg maar die hashtag waar met de code. Dan kan deze skin naar jouw account toe worden gestuurd. Als je natuurlijk hebt gewonnen. En natuurlijk de code BOUS gebruiken in de shop. Maar dat was even de giveaway. Laten we nu teruggaan naar Janet. Want we gaan natuurlijk alles even goed bestuderen van Janet. Dan gaan we eerst even de gadgets bekijken. Daarna de sterrenkrachten. En dan gaan we gewoon eventjes een potje spelen. In verschillende game modes. Knokbal, solo showdown. Gewoon even gewoon de meest gespeelde game modes. Maar eerst de gadgets. Janet plaatst een luidspreker die 100 schade per seconde toebrengt. Aan alle nabije vijanden. Tot deze weer verwoest wordt. Hoe groot dat gebied is, gaan we zo achterkomen. Daar gaan we even spelen. Maar klinkt leuk, klinkt leuk. De volgende is backstage pass. Oh, zo moet ik het zeggen. Wat doet deze? Janet's volgende hoge noot duwt haar naar achteren, waarbij ze zelfs over muren heen kan vliegen. Hoe gerichter de aanval, hoe verder ze naar achteren gaat. Oké, geen idee wat ik me daarbij voor moet stellen, maar dan gaan we zo meteen ook dus eventjes kijken. De sterrenkrachten, volgens mij waren die iets slim, of iets simpeler. De eerste sterrenkracht is achter de schermen. Terwijl ze door de lucht vliegt met haar jetpack, onthult ze een groot gebied van struiken om haar heen. Oké, dat klinkt wel nice. Een stemtest, oké. Dat zorgt ervoor dat de aanval 30% sneller, nauwer wordt. Want Janet die schiet eerst heel breed en niet zo ver. En langzamerhand wordt die aanval steeds kleiner. Dus daar gaan we zo meteen eventjes naar kijken. Maar we doen eerst even de eerste gadget en de eerste sterrenkracht. Dan kunnen we daar een beetje mee kijken wat die doet. En daarna gaan we dus even de tweede gadget, tweede sterrenkracht testen. In verschillende game modes dus. Oké, ik heb hier een mooie map gevonden. Dan gaan we even in deze map spelen met Janet. Het is wel tegen bots, dus we kunnen nog niet echt spelen tegen echte spelers. Maar dat komt allemaal wel. Je kan altijd al wel een beetje zien of de knokker echt goed is of niet. Oké, dus hoe langer je inhoudt, hoe verder je shot. En kunnen hier dus even kijken om die Zeus te killen. Oké, ik moet nu al wennen aan de knokker. Van dichtbij is dat net wel OP. We moeten even oppassen. Hier, hoppa. Oh, dit gaat spannend worden. Oké, maar we kunnen nu mijn super inzetten. Kan je die gericht doen? Ja, stel ik zet mijn super hierin. Oh, dit is vet. Kijk, en ondertussen komen er allemaal bommen door. Oh, dit is zo bruut. Je kan gewoon vliegen. Dit is zo insane, jongen. Oké, ik weet niet of de main attack van Janet heel goed is. Dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel dat echt gewoon... dat die gewone super zo echt extreem overpowered is. Ja, dat is echt niet normaal. Check dit dan. Gewoon met je super. Gewoon vliegen over de map. En je kan door bosjes... Oh, dat is misschien die sterrenkracht. Dat je door bosjes heen kan kijken. We gaan zo meteen even die andere sterrenkracht doen. Ik dacht dat er dan bosjes uitkwamen of zo. We kunnen nu trouwens ook even mijn gadget inzetten. Wat gebeurt er met je gadget? Dus iedereen binnen dit gebied krijgt dus 100 schade. Dat is ook wel vet. Maar ik denk dat Janet wel echt de knokker is voor dichtbij. Want op afstand doe je namelijk niet heel veel damage. Ja, je kan zeg maar langzaam damage doen. Maar dat is wel wat moeilijker. En als iemand dichtbij is, kan je natuurlijk niet meer echt gericht schieten op die manier. Oh, hier even uitkijken. Je doet trouwens wel overal evenveel damage. We kunnen trouwens even mijn super inzetten. Dan ga ik nu richting Bibi. Hier, Bibi, kom dan. Boom, ik maak je kapot. Wat is dit, bruut? Oké, ja, ik weet het nu zeker. Janet is een zieke knokker, 100%. Maar we gaan nu even de andere sterkkracht selecteren. En dan gaan we eens kijken of je dan inderdaad met je super niet meer door bosjes heen kan kijken. Ja, inderdaad. Dit is gewoon de sterkkracht dat je door bosjes heen kan kijken. En nu gaat het shot dus sneller, nauwer worden. Maar dan is het... Ja, dan kan je dus niet door bosjes heen kijken met je super. Ik denk dat ze allebei wel nice zijn. Maar gaat hij in de... Ja, hij gaat veel sneller, nauwer worden. Hij wordt echt veel sneller, nauwer. En dat is op zich wel nice. Maar kijk, als ik hier... Oh, wacht. Als ik...
Ja, dit is een beetje lastig. Maar volgens mij hoef je maar iemand één keer te raken met één shot en je doet altijd evenveel damage. Kijk, of je hier dichtbij staat, veraf, je doet altijd hetzelfde aantal damage. Dus op zich is dat wel nice. Ik kan even mijn gadget aanzetten. Dus op het moment dat je iemand raakt, maakt niet uit of je met één shot raakt of één klein hoekje. Je doet altijd dezelfde hoeveelheid damage. En dat maakt jou net wel weer een stuk beter. Moet hier even inhouden. Oh, je kan niet auto-aimen en dat je dan... Kijk, als je auto-aimt, ja, dan... Je kan niet inhouden en dat hij automatisch veraf gaat auto-aimen. Dan moet je echt zelf richten. Dus dat is dan wel iets om rekening mee te houden. Even mijn super inzetten. Ja, kijk, ik kan nu alleen door bosjes kijken waar ik overheen vlieg. Terwijl dat ik net door bosjes overal heen kon kijken. Oh, en die super van Janette is echt insane. We gaan hierna trouwens even in een andere map spelen. En deze gadget is trouwens ook nice. Want als iemand hier in die bosjes zit, want je doet damage, dan kan je hem daardoor zien. Oké, kunnen we hier even killen. Easy game. Janette OP. Maar ja, ik weet niet welke sterkracht nou beter is. Ik denk dat ik persoonlijk deze sterkracht meer ga gebruiken. Dat je door bosjes heen kan kijken. Maar we gaan nu ook even de andere gadget gebruiken. Ja, ik weet niet precies wat deze inhoudt, maar dat gaan we dus even zien. We doen even een andere solo showdown map. En daarna gaan we knokbal doen. Dan doen we even een map met veel bosjes. Dat is leuk, want dan kan je namelijk natuurlijk door alle bosjes heen kijken. Dus dat is nice. Maar ja, dan moet ik eerst even mijn super krijgen. Dus ik ga meteen eventjes mijn super halen. Dus gewoon meteen in de aanval. Die Edgar, kan ik hier al mijn super ophalen? Dat zou nice zijn. Ik zal mijn gadget even... Oh, dit is mijn gadget. Oh, lol. Dat doe je dus met je gadget. Dat is wel nice. Moet hij trouwens even uitkijken. Dus op het moment dat je je gadget inzet, dan moet je hem... Wat kan je dan doen? En dan, oh, dan heb je dus je gadget ingezet. En nu kan je dus schieten. En als je een lang shot doet, dan ga je dus verder naar achteren. Oh, dat is wel tof. Dat is tof. Ja, dat is heel erg nice. Ik weet niet op welke gadget dan beter is, maar ik vind hem nice. Oké, ik zal nu trouwens even mijn super inzetten. Dan kunnen we over bosjes heen gaan vliegen. Waar is iemand? Oh, hier is een Frank. Dan gaan we even die Frank killen. Hier komt nog Frank. Ik denk dat Janette van dichtbij jou echt OP is. Ja, maar niet zo goed. Oh, shit. Dan moet je dus iets langer inhouden. Zeg maar, hoe verder je shot is, hoe verder je naar achteren jump met die gadget. Dus op zich is dat wel nice. Maar ik denk dat deze gadget ook wel heel vet is. Want dan kan je echt precies iedereen zien lopen in het midden en in bosjes. We doen nog even snel één potje met deze gadget hier. We kunnen wel even testen. Kijk, ik zet nu mijn gadget hier neer. Oh ja, 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 ja. Die Jessie krijgt dus de hele tijd 100 schade. Dus op die manier kan je alsnog precies zien waar iedereen rondloopt. Kunnen hier weer even een gadget neerzetten. Oh, die is nu alweer kapot. Dus dat is dan wel jammer. Hier, Carol, kom dan, kom dan, kom dan, kom dan. Ik maak je kapot. Ja, ja, net is wel echt OP voor dichtbij. Dat sowieso. Ik zal mijn gadget weer even neerzetten. Kijk, mocht er nu iemand aanlopen via de bosjes, dan kan je ze dus zien. Dus dat is wel echt heel chill. En die Carol, die blijft ook gewoon in mijn gadget staan. Dus dat is dan wel een beetje dom van die Carol. Maar ik vind het prima. Ik zou even deze gadget... Dus nee, niet deze sterkracht te pakken. Deze... krachtpunten natuurlijk. Krachtpunten ga ik pakken. En dan gaan we eventjes door de bosjes heen. Dan ga ik eens kijken of ik iemand kan vinden. Ja, in een echte match zal iedereen hier rondlopen. Nu natuurlijk, omdat dit tegen bots is, dan heb je niet zoveel tegenstanders die hier in de bosjes zitten. Maar als het nog heel vet. Waar zijn de laatste knokkers? Ik wil nog even dit potje winnen natuurlijk. Oké, daar is de kool. Gaan we die even pakken. Oh, dat auto-aimen, dat gaat zo lekker. Alleen dit ging wel minder goed. Maar ja, ik moet natuurlijk ook een beetje wennen met Janette. Maar wel ziek nice. Maar we gaan nu even kijken hoe het gaat in knokbal. Dan doen we weer even een map met veel bosjes. Want ik denk dat Janette wel bizar goed gaat zijn in dit soort maps. Gewoon omdat je goed kan checken wie allemaal in de bosjes rondloopt. En je doet zoveel schade bij alle knokkers tegelijk. Oh, dat is ook niet normaal. Oké, wat gaat Bot doen? Nou, die doet niet zoveel verder. Ik kan hier even mijn super inzetten. Ja, 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 dan vlieg ik er overal overheen. Hey, hier, ik maak jullie kapot. Ze kunnen helemaal niks. En dan ga ik nu even die sprout killen ook. Jongen, jongen, oké. Janette gaat ziek goed worden. Ik weet niet of het de beste knok gaat worden in showdown. Maar sowieso dat deze knok overpowered gaat worden. Dus antwoord op de vraag, gaat Janette overpowered worden? Jazeker gaat Janette overpowered worden. Net zoals bijna alle andere knokkers. Oké, weet je wat? Ik zet meteen mijn super in. Dan gaan we meteen eventjes vliegen. Kaboom, boom, boom. We kunnen... Oh, dit is wel een nadeel. Op het moment natuurlijk dat je in de lucht zit, kan je ook niet meer zomaar naar de grond komen om zeg maar te verdedigen. Dus je moet wel goed nadenken wanneer je zeg maar je super gaat inzetten. Oké, daar is een Mac. Zal ik even mijn gadget aanzetten. Top, dat was Mac. En dan zet ik nu weer even mijn super in. Hier, kaboom. Dan kunnen we hier kills maken. Ja! Lekker hoor. En je kan ook in één keer natuurlijk naar de andere kant vliegen. Maar gaat Bot nog scoren? Nee, dat doet hij niet. Gaat hij nu scoren? Ja. Lekker hard. Weer even een potje gewonnen. Ja, Janette
gaat ziek goed worden. Dit wordt sowieso een zieke knokker. We kunnen nog even één laatste game mode doen. Daar sluiten we mee af. We doen wel even een potje gevarenzone. Want als het zo is dat je met Janet zeg maar kan vliegen en gewoon in de zone kan blijven. En dat hij dan ook gewoon doortelt. Dan zou dat echt super ziek zijn. Want dan is Janet ook hier in deze game mode gevarenzone ver weg de beste knokker die je kan zijn. Dat is, ja, dat is wel even leuk om toch nog te testen. Moet hier wel even uitkijken. Maar we kunnen hier nu hits doen. Oh, moeten we even weer oppassen. En die M's die kunnen we nu hebben. Nee. Oké. Okay. Ik ben bijna dood. Oké, okay, hier even leven blijven. En dan kunnen we zo meteen onze super inzetten. Ja, dat is top. Dat is top. Dan zet ik nu mijn super in. Dus nu kan ik niet meer dood worden gemaakt. Oké. Het is duidelijk. Dus op het moment dat je hier in het midden bevindt, dan telt hij niet door. Dan was het misschien ook wel te overpowered. Daar was ik benieuwd naar. Maar dus op het moment dat je in de lucht vliegt, dan telt de zone niet door. Ja, dat is jammer. Het was wel heel ziek geweest dat dat het geval zou zijn geweest. Maar ik ga nu even serieus spelen, want we staan redelijk achter. Het is wel jammer voor op afstand. Je kan wel wat damage doen. Maar het is niet dat Janet dan echt heel goed is of zo. Je moet de hele tijd best wel laden en het duurt allemaal wel lang. Ik zal nu even mijn super inzetten. Ga ik even kijken of ik die Pam wat damage kan doen. En je krijgt ook geen levens erbij, dat zie ik nu. Dus dat is ook wel een beetje balen. Maar ik zie jullie zo meteen als we iets verder zijn in het potje. Gaan we kijken of we nog kunnen winnen. Het is gewoon een spannend potje hoor tegen deze bot. Ja, het is gewoon een spannend potje. Ik moet nu naar het midden en even kijken of we kills kunnen maken. Ga naar het midden, kom! No! Dan gaan we dit nog verliezen ook nog. Of zouden we dit nog kunnen winnen? Ik kan met mijn super even sneller hier komen en misschien helpen. Ah, jongen. Ja, bots zijn echt heel slecht. Maar ja, ik was eigenlijk ook wel slecht dat we dit potje niet hebben gewonnen. Maar ik vond het wel heel vet. Laat even weten in de comments wat jullie vinden van de nieuwe knokker. Janet! Maar ik denk dat Janet wel echt heel goed is. Ja, ik denk het wel. Maar dan was dit het. En heb ik tenslotte nog mijn mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Jij vond deze video leuk, hè? Ik heb je wel door. Want ja, anders heb je ook niet gekeken tot het einde van deze video. Maar hey, dan heb ik nog een andere leuke video voor jou. Die staat namelijk hier. Daar kan je op drukken en dan kan je nog een leuke video van mij kijken. En druk natuurlijk op het knopje hier. Dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En voor bouwzuimkleding, check natuurlijk bouws.nl. Hartstikke mooie kleding!